Druk gewerkt werd er gisteravond op de skielerbaan in Noord-Laren. Medewerkers van ijsvereniging De Hondsrug brachten met een trekker en een giertank voorzichtig laagjes water aan, met als doel om 3 centimeter ijs te krijgen voor een eventuele marathon op natuurijs. Vanochtend lag er na een nacht met matige vorst al een mooie ijsvloer van enkele millimeters dik. Ploegleider Rutger Terlaak van de schaatsploeg De Haan Westerhof kwam speciaal vanuit Zwolle naar Noord-Laren om polshoogte te nemen. Want de schaatskoorts, ja, die neemt toch wel toe. Ik moest hier naar een klant toe en toen zag ik Noord-Laren 3 kilometer staan. Ik denk, ik ga even een kijkje, een blik op het ijs werpen. Ja. Dan kom je hier. Wat is volgens jou de huidige situatie van het ijs? Nou, het ziet er niet naar uit dat we hier op korte termijn gaan rijden. Ik denk dat we dan nog wel een paar nachtjes nodig hebben. En, nou, de pluim is alweer wat bijgesteld, dus ik hoop dat we nog natuur eens op kunnen. De pluim, het is een woord dat we de laatste dagen vaker tegenkomen. Eigenlijk is het een grafiek waarin de resultaten van verschillende runs over elkaar worden geprojecteerd, zodat er een waaier aan mogelijke verwachtingen kan worden getoond. Vanmiddag zag de pluim voor de regio Noordoost er zo uit. De komende 2 nachten krijgen we matige vorst, waarbij er woensdag zelf kans is op een ijsdag. Daarna loopt de temperatuur op, maar zien we ook dat de spreiding en dus de onzekerheid toeneemt. Maar wat betekent dit voor de ijsaangroei voor water met een meter diepte? Volgens deze berekening zou dit woensdag ruim 5 centimeter ijs moeten kunnen opleveren. Ik denk dat we morgen of woensdag ergens kunnen schaatsen. En dat maakt ons niet uit waar. Dus als we maar kunnen rijden en weer een mooi spel kunnen neerzetten. Ja. En daarmee doelt Terlaak op de strijd tussen Noord-Laren, Veenoord en Haaksbergen. Laatstgenoemde lijkt de beste papieren te hebben om de eerste marathon op natuurijs van deze winter te mogen organiseren. Kijk, er is een schaatskoorts alweer en iedereen wordt weer wild en dat maakt het alweer leuk. En wij willen graag koersen en we willen graag wedstrijden zien op natuurijs. Maar ja, daar hebben we wel fors voor nodig. Dus het is altijd mooi als er een pluim komt en het vriest nog niet eens. Het is nog plus 4, 5 graden. En nou ja, nu vriest het dan gelukkig wel, dus er gaat geschaatst worden. Maar of we echt gaan koersen en of het echt langdurig wordt, ja, dat geloof ik niet. Dus bij deze de oproep aan de weergoden. Ja, maar daar hebben we niet voor te zeggen, toch? Want uiteindelijk blijft alles afhankelijk van de vorst en waar die het hevigst toe zal slaan. Wordt vervolgd dus.